Het zal in eerste instantie een teken staan van het terugwinnen van vertrouwen. Want dat is Feyenoord echt helemaal kwijtgeraakt de afgelopen weken. En dat was afgelopen donderdag het meest schrijnende voorbeeld van eigenlijk in Oostenrijk. In Klagenfurt, waar een einde kwam aan een Europees avontuur van de Rotterdammers. Waar ze net tot de laatste wedstrijd wel vol wisten te houden, maar het niet konden afmaken aan een onwaarschijnlijk slechte wedstrijd tegen Wolfsberger. Opstelling van Dick Advocaat. Achterin geen verrassingen, daar dezelfde namen. Geertruida bouwt dus een plek op rechtsback. Op het middenveld wel een wijziging, want Diemers is naar de bank verwezen door Advocaat. Met als argumentatie, zo zei hij voorafgaand aan deze wedstrijd, dat Texera wat meer creativiteit in huis heeft. Voorin Linssen en Berghuis vanaf de zijkanten. Beide een verleden in Venlo, dat is lang geleden. Toen het haar van Linssen nog ravenzwart was. VVV op het laatste moment een wijziging daar in de goal. Want Kiersbaum voelde zich helemaal niet goed vanmorgen. Kwam zelfs even een ambulance naar de koel. Bleek uiteindelijk niet nodig, maar spelen, dat doet hij niet, Kiersbaum. Delano van Kooi, hij staat onder de lat. Vorige week trouwens ook onder de lat, omdat Kiersbaum toen in quarantaine zat. Na een kopje thee met een besmette buurvrouw. En verder ontbreken Gelmi, de Zwitserse centrale verdediger. En Post, de aanvoerder vanwege schorsingen. Dat betekent een basisplaats voor Swinkels, die teruggekeerd is na een spierblessure. Berghuis met de vrije schop, die is goed aangesneden, maar daarachter staat eigenlijk niemand. Texera, Jurgensen niet en bij de tweede paal nog. Berghuis met een kopkansje. Corda van Kooi, Marsman blijft staan. Swinkels van Kooi komt die bal weer 16 meter gebied in. Enigszins onrustig verdedigd. Want het is andermaal een corner voor VVV. Opnieuw van Kooi. En dit is een aardige mogelijkheid voor Lindhorst. Die een beetje los kan komen. Texera. Kukcu nu wel wat verder geattackeerd door Lindhorst. Berghuis aan de rechterflank met Schever voor zich. Berghuis er heel gemakkelijk langs. En daar komt Jurgensen. Die krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Kukcu naar zijn linker. Kukcu. Nee, dat is over de goal van Delano van Kooi. Goeie voorzet van Berghuis die wel heel gemakkelijk langs de tegenstander loopt. Geertruida, goed balletje was dat. Is dit geen hens van Swinkels? Nee, je zegt Kuipers, die staat er vlakbij. Spel gaat door. Ja, misschien was het wel de bovenarm van Swinkels, maar van zo kort bij kan je daar eigenlijk niet voor fluiten. Torstra. Dan gaat Berghuis uit de rug van Schever. Berghuis heeft hem nu voor zich. Dolt daar Schever. En Berghuis schiet hem dan net voorlangs. Goeie actie aan de rechterkant van de aanvoerder. Hupperts. Hupperts, dat oogt een beetje een knullig inzet. Maar pas heel laat ziet Marsman die bal aankomen. Balverlies van Jafar Arias, Linssen. Te scherp voor Berghuis, die zijn teleurstelling over die bal van Linssen nauwelijks kan verbergen. Want er lag wat ruimte. Swinkels is erbij gaan zitten. Die is net hersteld van een spierblessure. De vraag is of hij helemaal hersteld is. Want dit ziet er natuurlijk niet goed uit. Grijpt naar het bovenbeen. Dat zal betekenen dat Swinkels niet verder kan. Wel een probleem nu voor Hans de Koning met de schorsing van Gelmi. En nu de blessure van de teruggehaalde Arjen Swinkels. Vervanger is Lucas Schmid moet er nu eigenlijk zonder noemenswaardige warming-up wel gelijk op in de 27e minuut. Aan zijn ervaring zal dat niet liggen. Speelde 100 wedstrijden Bundesliga. Kukcu probeert de vaart erin te krijgen voor Feyenoord. Vaart die in deze wedstrijd de eerste 10 minuten na echt ontbroken heeft. Malasia moet nog opschieten om die bal binnen te houden. Dat lukt. Kukcu probeert het met rechts. Kukcu, dat is een schitterend schot. En pech voor de middenvelder van Feyenoord. Jurgensen, rebound. En dan Van Kooi met de redding. Nou, eindelijk wat
opschudding in de koel als Kukçu met zijn rechterbeen uithaalt. En dat eigenlijk prima blijkt te kunnen. Bal niet helemaal over de achterlijn. Berghuis. Voor zijn linker. Berghuis naar binnen getrokken. Berghuis met het schot. En die wordt krap gepakt door Van Krooi. Het gevoel zal niet zo zijn, maar het is nog altijd een buitengewoon opmerkelijke reeks natuurlijk, waar Feyenoord aan bezig is. De ploeg in Europa met de langste ongeslagen reeks in de competitie. Ingreep van Toornstra glijdt makkelijk langs Hupperts. Geert Ruij daar overheen. Nou, Berghuis met een leephakje. Jurgensen wil hem graag hebben. Het wordt Texera. Dit is goed gevoetbald, maar dan wordt uiteindelijk Berghuis niet bediend. Krijgt hij wel wat hulp. En strandt het daarna in relatieve schoonheid. Het is de meest vlotlopende aanval eigenlijk van de Rotterdammers. Aanval die vaart krijgt door dat intelligente balletje van Berghuis. Dit is ook goed gespeeld. Het idee in ieder geval erachter is goed. Texera in één keer naar Berghuis. Maar daarna wordt het heel gecompliceerd. Komt ook Berghuis er niet meer uit. Giacomakis voor VVV. Arm in zijn nek van Spajic. Ja, dat was enigszins bewust, had ik het idee. De twee hadden het in de eerste helft ook een paar keer met elkaar aan de stok. Zat wat irritatie onderling. Ja, dit komt wel aan. Het puntje van de elleboog in de nek bij Giacomakis. De Wolf. Zijn gezichtsuitdrukking. Kun je afleiden dat hij het wel wil meevallen. Geen slaande beweging of een wiekende elleboog, dat zeker niet. Maar wel met de arm vooruit in de nek gesprongen. Dat is pijnlijk. Kan pijnlijk zijn. Ziekenboel van Feyenoord stroomt een heel klein beetje leeg. Zoals bekend Sinisterra en Fer weer bij de wedstrijdselectie. Net als afgelopen donderdag in Oostenrijk. En daar is ook Giacomakis er weer bij gaan zitten. Nou, toch te veel last hebben van die dreun van Spajic. Maar daar staat zijn vervanger al klaar. Joshua John. Die nog niet scoorde voor VVV sinds zijn rentree op de Nederlandse velden. Aftocht van de topscorer van de Eredivisie. Jurgensen uit een inworp. Jurgensen, dat is een lastige hoek. En daar zit ook geen enkele overtuiging in die doelpoging. Teleurgesteld schokt Linssen richting de achterlijn. De kortste weg om het veld te verlaten. Want hij wordt vervangen. Sinisterra, ruim een half uur. Arias. Joshua John. Van Krooi. Ineens heeft de VVV drie man voor de goal. Van Krooi kan zijn gang gaan. Een stuit uiteindelijk op Spijs. Maar wat laat Geert Ruij zich daar gemakkelijk foppen. Makkelijk foppen. Geert Ruij. Klaarleggen Sinisterra. Nou, dat is dan in ieder geval een doelpoging. 17 minuten onderweg in de tweede helft. Aardig gespeeld achter die verdediging. Sinisterra het terugleggen. Texera, Toornstra. En dan valt hij zo binnen van de voet van Toornstra. Breekt hij deze onwaarschijnlijk povere tweede helft open met een knal van afstand. En die vertrok heel fraai van zijn rechtervoet. Zijn tweede van het seizoen. Jens Toornstra. Goed leggen, uithalen. Fraai binnengeknald. Geen kans voor Van Krooi. Texera. Berghuis. Berghuis zoekt ook de verre hoek en schiet hem nog wat fraaier binnen dan Toornstra. Zo wordt het 0 tegen 2. En lijkt Feyenoord dit wel in de tas te hebben gezien de weerstand van VVV vanmiddag in de koel. Op gelijke hoogte nu met Giacomakis. Ook voor hem nummer 10 van het seizoen voor Berghuis. Van Krooi aan de grond genageld. En daar is de goal helemaal leeg, omdat Marsman dat helemaal niet goed inschat. Maar wat een mogelijkheid is dit voor Hunten om het toch weer spanning te maken. Inschattingsfout blijft zonder gevolgen als Hunten hier pas in de gaten krijgt dat de goal gewoon leeg is. Twee maanden was Leroy Fer afwezig vanwege een hamstringblessure. Maar nu gaat hij terugkeren. Een kwartiertje speeltijd voor hem. En bij Texera, met zijn krachten smeet in het eerste gedeelte van de wedstrijd, is de tank echt wel leeg al een tijdje. Kukçu. Jurgensen, geen buitenspel. Nou, dan is dit een mogelijkheid voor Jurgensen, maar dat duurt het erg lang.
Toornstra. Toornstra, nog altijd. Nou, loopt dan maar door. Toornstra gaat in de rebound en dan alsnog 3-0 van maken. Wordt hem geen stroopbreed in de weg gelegd. En is dit geen buitenspel? Is de goal dus gewoon rechts geldig? Toornstra één keer en daarna twee keer. Dan is het 0-3. Spajic. Diemers. Mooi, Diemers. Marchas. Krijgt de bal nog voor de goal. Marchas in de 84ste minuut. Diemers. Diemers, scherpe voorzet, te scherp voor Berghuis, die even naar het bovenbeen grijpt. En nu ook naar de zijlijn gebaard dat er toch iets voelbaar is. Bovenbeen, Lies. Dat zou heel slecht nieuws zijn in de aanloop naar een uitwedstrijd tegen Vitesse en een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Aftocht Berghuis, een paar minuten eerder dan gepland. Hier is de voorzet, dan levert dat nog een mogelijkheid op voor VVV. Ze slepen hem uiteindelijk wel met overtuigende cijfers uit het vuur. En daar zullen ze in Rotterdam wel tevreden over zijn. Aan de hand van Jens Toornstra dus. Twee goals van hem, eentje van Berghuis. Wordt de VVV met 3-0 verslagen.